Elke Wouters van NVA bij mij in de studio. Wat doet de sigarettensector intussen om het zwerfvuil tegen te gaan? Ja, ik heb net gehoord van mevrouw de minister dat er een akkoord is met de sigarettensector om inderdaad het zwerfvuil toch aan te pakken. Dus ik ben zeer positief, ik ben zeer blij dat er daar toch al vooruitgang in is. Het gaat echter maar over een financiële bijdrage, heb ik vernomen, van 150.000 euro om dus het zwerfvuilbeleid wel aan te pakken. Maar de kauwgomsector hinkt achterop. Ja, dat klopt. Rond de kauwgomsector is er nog geen akkoord bereikt. Mevrouw de minister zit in februari nog eens samen en hopelijk is er dan wel een akkoord. Ze heeft wel gezegd dat als er geen akkoord is of nog niet bereikt wordt, dat ze wel wil nadenken of wil onderzoeken hoe dat men dat eventueel wettelijk zou kunnen afdwingen, ja, om toch tot een akkoord te komen. En waar schort het aan? Waarom komt men niet tot een akkoord? Goh, dat weet ik niet. Ik denk dat het in het begin, weet ik, dat het achterop hing door de financiële bijdrage die gevraagd werd. Dat is nu bij de sigarettensector wel geregeld. Dus misschien komt het... Ik ben hoopvol. Laat ons hoopvol zijn en hopelijk komt het dan ook voor de kauwgomsector wel in orde. Ja, de sectoren zelf kunnen ook oplossingen bedenken. Hè. Naast het financiële kunnen zij zelf oplossingen bedenken. Kan je ze een paar voorbeelden geven? Ja, zeker. Ik denk inderdaad het financiële, dat is iets goeds. Dat is zeker een stap in de goede richting, maar ik denk dat we veel verder kunnen gaan. Ik denk dat de sector ook innovatiever kan nadenken over oplossingen, hoe bijvoorbeeld de peuken in de pakjes kunnen verdwijnen en de consument dan het zo kan samen weggooien. Of dat er naar biologische kauwgom, dat biologisch afbreekbaar is, kan nagedacht worden. En daar weten we op dit moment nog niet zoveel over. Nee, dat zijn mogelijke oplossingen. Maar er is wel een deadline, begrijp ik. Ja, inderdaad. Dus tegen 2025 moeten alle verpakkingen van de producenten biologisch afbreekbaar zijn of composteerbaar. Dat staat zo in het verpakkingsplan dat in de zomer is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dus er is wel degelijk een deadline. Bedrijven die zich niet daaraan houden, mogen zich wel aan een forse boete verwachten. Ja. Nu hebben we het heel de tijd gehad over de verantwoordelijkheid van de sector. Klopt. Maar moet de vervuiler zelf ook niet geresponsabiliseerd worden? Want de vervuiler betaalt is toch vaak het credo? Ja, klopt zeker. De consument inderdaad heeft er ook wel een zekere verantwoordelijkheid in. Ik denk maar dat wel nog altijd de persoon, de consument is die inderdaad de kauwgom op de grond gooit of de sigarettenpeuk achterlaat in plaats van het in een vuilbak te gooien of in... aan zo'n kauwgomboom te plakken. Dus inderdaad, de consument moet hier ook zeker verder in geresponsabiliseerd worden. Maar dat is niet zo eenvoudig, hè? Nee, ik denk, ja, we hebben al een aantal bewustmakingscampagnes, die heb je, maar dat is inderdaad, denk ik, vrees ik een beetje dweilen met de kraan open. Ja. Ik denk dat we daar strenger moeten naar zijn, naar handhaving. Handhaving, wat bedoelt u dan precies? Ja, we hebben het wettelijk kader. Er kunnen gasboetes worden opgelegd. Alleen wordt dat nog onvoldoende, denk ik, gebruikt in de gemeentes. Ik heb nu onlangs gelezen dat in Lissabon, daar is het €1.500 als je betrapt wordt op het gooien of het laten vallen van een sigarettenpeuk. Ik vraag niet dat de boetes zo hoog zijn, maar ik denk wel dat we daar toch wel naar een oplossing gaan moeten zoeken. Ja. Nu, het zijn natuurlijk de gemeentes die het in hun politiereglement moeten inschrijven en zij moeten er wel werk van maken. Maar ik hoor hier en daar wel dat er oplossingen zijn. In Gent heeft men het bijvoorbeeld, wil men het uitbreiden naar de horecazaken en wil men ook hen verantwoordelijk stellen van het proper houden van hun stoep. Omdat daar toch ook wel veel, ze mogen niet meer binnen roken, dus ze gaan buiten roken. Dus daar vind je dan toch ook veel sigarettenpeuken. Ja, je had het daar net over betrappen. Ja, hoe betrap je mensen? Hoe zorg je dat je mensen op heterdaad betrapt? Ja, je hebt de wijkagenten die er mee kunnen toe bijdragen. Ik denk ook aan de camera's die worden uitgebreid. Dus daarop kan je wel, mijn zinziens, de pakkans vergroten en verhogen. En ik denk, ja, je moet het maar één keer eens voor hebben, denk ik, dat je betrapt wordt op het weggooien van je sigarettenpeuk en ik denk dan dat je het dan niet meer gaat doen als je er dan een boete effectief voor krijgt. Als de boete ook hoog genoeg is. Uiteraard, ja. Ik weet niet goed wat dat dan hoog genoeg gaat zijn of waarover bedragen, daar ga ik me niet over uitspreken. Nu, de 1500 die in Lissabon wordt opgelegd of waarvan sprake is, die vind ik uiteraard ook zeker te hoog. Maar we moeten naar een tussenoplossing gaan en we moeten inderdaad zowel de producent verantwoordelijk stellen, denk ik, voor het zwerfvuilbeleid en zeker ook de consument heeft hierin een belangrijke rol. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Elke Wouters van de NVA. Dankjewel.
Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.